Zo, jullie kijken weer naar een nieuwe vlog van Fred Scott. Fred is zijn camera vergeten, dus ik open lekker zijn vlog. Bij deze Fred, ik open je vlog. We hebben vandaag wel iets leuks te doen. En dat is, we gaan naar de première van Mummy. Laura en Luca die konden niet, dus wij gaan lekker met z'n tweetjes. We vinden de film dope om te zien en ik ben echt wel benieuwd. We moeten er al om 6 uur zijn en ik heb nog 20 minuten om daar te komen, dus... Ik zie je zo, Fred. Skaaaat! Ik heb werkelijk geen idee wat hij net allemaal gezegd heeft, maar Ryan heeft hem dus voor mij geopend. Dat is fantastisch. We zijn nu bij de Pathé Arena in Amsterdam en er is zometeen een première van The Mummy. En The Mummy is echt, nou ja, velen van jullie zullen hem waarschijnlijk kennen. Het is echt een gruwelijke film. Ik vind ze altijd fantastisch en we hebben net de auto geparkeerd. En onze beste lieve Nienke, die staat boven te wachten. Sommigen van jullie zullen haar kennen, voor anderen is ze nieuw, maar Nienke is de shit. Ze is trouwens ook een Fries en zij heeft dit onder andere voor ons geregeld. Ik heb het trouwens zo druk gehad vandaag, wat heel tof is, dat ik eigenlijk niet eens mijn haar heb kunnen doen. Dus ik ga met Petje op naar de première of zo. Lekker undercover vandaag. En het ziet zo goed, Ryan heeft het zo goed geschoren, maar ja, is even niet anders. Oké, we gaan naar binnen. Ik ga jullie zo meteen laten weten wat ik ervan vond. Heb je eigenlijk überhaupt eerdere delen van de Mummy gezien? Yes. Ja? Sowieso. Ja, zijn vet hè? Sowieso. Daarom ben ik heel erg benieuwd. Guys? Daar is ze weer! Het is Nienke! Dit is weer dat moment, jongen. Dit is weer dat moment. Ja, maar echt met eten en met sneakers. En... Fred heeft gekookt. Ik heb gekookt, jongens. Pick or choose, pick or choose. Wat ga je kiezen? Green tea. Oh, ja. Moet je niet nog een popcorn? Zout, toch? Let's go. Niks in de bioscoop. We hebben nog niet gegeten, vriend. Ik heb hier heel erg veel zin in, want ik hou echt van dit soort films. En dit is gewoon lekker groot scherm. Het is, hoe heet dat? 3D. En het is nog IMAX ook. Dus ik ben echt helemaal tevreden. Oké, je ziet mij niet meer. Hoi. Oké, jongens, we zitten weer in de auto. In de, ja. We zitten weer in de auto. En, geniaal! Jezus! Wat vond jij ervan? Goed. Jawel hè? Ja. Weet je waarom? Ik hou van een film die vanaf het begin je aandacht pakt. Dus dat je vanaf het begin op het puntje van je stoel zit en na een kwartier gewoon even moet ontspannen, want er is al zoveel gebeurd. Oké, maar ik ga niet meer naast jou zitten in de bioscoop. Ja, ik ben wel vervelend. Ja, dat is fucking vervelend. Oh, het is wel echt hinderlijk. Jij zit tegen die film te praten. Die film ja, praat niet terug. Ik wist het. Serieus, ik denk nou, meen je dit? Zo, vet hoor. Zo, maar zo'n film is het dus ook echt. Dat je gewoon denkt, wow. Ja, dat ik je zit gewoon rustig er echt in. Zitten en gewoon denk spannend, maar niet dat iemand het verhaal nog een keer 3D erbij vertelt. Oké, okay, dus het was inderdaad IMAX 3D. En 3D. Dus kun je nagaan. Nee, en dus IMAX met Dolby Surrounding extra. En dan kom ook nog van je rechterkant, kom allemaal een soort van gezeik. Hou je van sensationele actiefilm, dan moet je echt zwaar naar de Mummy. Deze is, ja, het is een goeie. Ja, het is dope. Oké, dus aanrader. Oké, dus we zijn onderweg naar huis. We reden bij de afslag Schiphol en ineens komt Ryan met het meest briljante idee. Laura landt eigenlijk nu op Schiphol, want ze komt net terug van Londen. Dus we gaan een soort van verrassen, maar het is zeg maar spannend. Rond 14 minuten geleden hing ze in een soort van landpositie al in de lucht. Want dat is wel handig, aangezien zij alles post, kun je erin gewoon in de gaten houden. Dus we gaan kijken of we er een soort van kunnen verrassen bij de gate. Juist. En we moeten wel uitzoeken welke gate. Maar we hebben geen idee welke gate, inderdaad. Ik heb net geappt geland, vraagteken, of ze reageert niet. Oh ja, dat is een goeie. Schiphol, aankomst, parkeren. Oké, we gaan kijken of we dit gaan redden. Serieus, er is heel veel aan de hand met het weer. Het waait namelijk keihard. Dus er zijn een soort van een paar vluchten gecanceld. Ja, die is leuk. Maar zij weet dus niet dat we er nu gaan ophalen. En ze komt daar als het goed is aan. Maar het is een gok, want er zijn 4 vluchten uit Londen. 4. Bij gate 1, 2 en 2 bij 4. En die andere is al geland en deze is net geland. Dus ze zegt dat ze er net uit is. Dus... we gokken erop dat ze hier zo meteen eruit komt, maar we weten het niet zeker. Maar goed, bij die andere was het dan een soort van leeg en hier komen nu blije mensen uit. Kijk, ik zie daar mensen aankomen. Is het gelukt? Ja,
gezellig. Hij doet, ja, ja. Hij heeft zijn ballonnetje. Oké, maar dit is Arrival 4. Zoals het goed is, is mevrouw hier. Dag meneer, op wie wacht u? Op mijn vriendin. Ze is lang lang weg geweest. En zeker 12 uur. En ja, dat is gewoon heel zwaar. Dan moet je gewoon een keer hier naartoe komen en het in ieder geval proberen te laten overbrengen wat je hebt gemist. Nou, dat is gelukt volgens mij. Oh mensen, dit is toch te lief. Oké. Okay. Helemaal emotioneel van als ik het erover heb. Hele surprise effect. Duurt al iets te lang. Ze reageert gewoon niet. Oh, is... Nee. Het is nog steeds een beetje het ding van, zou ze hier aankomen of niet? Staan we bij de goede gate of staan we verschut? Katje, nee. Oh, sorry. Nee, ja, je hoeft me niet te halen, want er is een taxi vanuit de bodyshop geregeld voor mij en ook al betaald. Dus ik kom met de taxi thuis. Tot zo! Filmster dingen. Taxi zal betalen. Katje, hè? Je weet het niet. We hebben je. Oké. Okay. Dit, nu wordt het kut. Ze loopt dus ergens rond. Buiten. Buiten? Ja, dat denk ik. Wat gaan we nou doen? Zal ik het bellen maar? Je hoort het echt wel, ja. Ja, nee, iPhone filtert altijd wel goed. Wij daar staan wachten voor niks. Echt al een half uur! Waar ben jij aangekomen? Waar zijn we aan? Twee, weet je? Je hebt 10. Huh? Die middelste daar zijn we niet. Daar helemaal. Echt daar zijn we aangekomen. Toch één. Ja, toch één of, twee dus. Oké, we zijn het dus toch. Het is een soort van gelukt. Tegen Jess, ik zeg, we liepen dat ding uit. Ik zeg, ja leuk, al die ballonnen, al die mensen die me opwachten. Gezellig weer, lief. Nooit heeft iemand dat voor me gedaan. Kijk wat je in je klauwen hebt. Kijk wat je in je klauwen hebt. Oh. Heks. Kan jij niet reageren op zijn vraag? Niet reageren, vraag? Hè? Wat vroeg je me dan? Welk vliegveld ben jij gevlogen dan? Ja, reageerde die chick niet meer? Nee, jij antwoordde niet met Heathrow. Het bleef stil. Nee, ik heb Heathrow geantwoord. Wij hebben stress. Jammer, eigenlijk. Kijk jij op je telefoon, ze heeft zeker niet erop geantwoord. Dat is het jouw vraag. Oké, we gaan nu kijken. Als ze dat heeft geantwoord, dan is het allemaal mijn schuld. Kijk, dit is de situatie van mijn app, altijd. Laura, Heathrow, 21-3-33. Nice. Jij hebt mijn telefoon op andere hand, Nikke. Jij. Hoe is het? Check even nog een keer. Hoezo? Ik kijk de hele tijd. Ja, maar ik kijk alleen die voorste berichten die binnenkomen, toch? Er stond alleen een berichtje van Italia. Hoe laat is dat bericht van Italia binnengekomen, die chick? Ja, wacht. Delia. 35. Ja, dus daarvoor is hij van Laura, dus je ziet alleen dat bericht. Nee, je dit nou echt vreemd. Kijk in die telefoon. En wederom, zoals gewoonlijk, het is mijn schuld, jongens, dat dit eigenlijk helemaal mislukt is. Het zal ook weer eens niet. Ja, fucked it up. Thuis, Ka. Ka. Ben je thuis? Dus. Heerlijk om weer thuis te zijn. Oké, dus heel even. Jij bent in anderhalve week, ben je van Ibiza gekomen naar huis. Na 3 dagen ben je een week in Aruba geweest. Je was anderhalve dag thuis, toen ging je naar Londen. Nu ben je 3 dagen thuis en dan gaan we naar Turkije. Echt gesloopt. On the go. Dus ik ga lekker douchen en slapen. Ik kan ook niet meer. Jullie hebben mij verrast als kippel. Ja, die was leuk, hè? Heel leuk. Had je niet zien aankomen? Nee, had ik echt niet zien aankomen. Want Rai zei, moet ik je komen halen? En toen dacht ik al, nee, het is gewoon een taxi voor me geregeld. Dus nee, ja, ik zie je thuis wel. En ineens liepen ze door met z'n tweeën. Helemaal blij met de ballon in handen. Toch leuk. Echt leuk. Ik neem maar een ballonnetje. Was zijn eigen idee, hè? Oh, maar goed, jongens. Geluk met je. Volgens mij heb ik echt al genoeg materiaal. Je hebt genoeg materiaal. We snel afsluiten die handel. Duimpjes omhoog. Hou ons in de gaten, we gaan naar Turkije. In de gaten. Ben je benieuwd wat ze in Londen heeft gedaan? Check de vlog. Check de vlogs. Vergeet je niet te abonneren. Nooit niet vergeten te abonneren. Doei. Doei.